Een kleine 400 mensen schoven donderdag aan bij het Nationaal Integratiediner in het Polmanstadion. 7 jaar geleden kwam het initiatief van Azito. Azito organiseerde in samenwerking met Heracles Almelo, Stichting De Club Twente. En dit jaar schoven ook 100 ouderen uit Huize Friso aan. Vanmiddag vindt hier de 7e editie van het Nationaal Integratiediner plaats. En op de hotspot in het Heracles Almelo Stadion. Wat wij hier vanmiddag doen is dat wij verschillende groepen mensen met elkaar verbinden. Die gezamenlijk een diner hebben waardoor ze op een andere manier met elkaar in gesprek raken. En dat ze elkaar beter leren kennen. Want wij geloven echt in de kracht van diversiteit. En op deze manier zie je dat. Nou, dat heb je mooi gezegd, de kracht van diversiteit. Maar waar komt dat vandaan? Komt dat uit ervaring? Azito heeft dat initiatief ooit begonnen. Omdat wij merkten dat wij inmiddels meer dan 10.000 werknemers in dienst hebben. Van wel meer dan 100 verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden. En dat zagen wij destijds als een kracht. Dus toen hebben wij gekeken van nou, hoe kunnen we die verschillen nou nog meer benutten. En dit jaar schoven ook 100 ouderen uit Huize Friso aan. Een keur van nationale gerechten werd gekookt door de kookploegen van de deelnemende bedrijven. Ik heb vandaag een heel speciaal gevoel. Want als kind zijn we een beetje opgegroeid met Heracles. Want als we Heracles speelden, dan ging vader heel vaak naar Almelo. En die vond dat prachtig. En iets anders, dat was altijd zoiets speciaals bij ons. Okay. En nu heb ik dat hele ideële, sterke gevoel. Als kind hebben we zoveel van Heracles gehoord. Want ik ben van 1924, dus ik ben al 93. En toch mag ik nou in het stamlokaal van Heracles zit ik nu. En ik heb een heel speciaal gevoel van binnen. Waar ik als kind altijd al bij betrokken was, bij Heracles. En nu zit ik dan in het stamlokaal. En ik heb net spelers buiten gezien. En ik zie die grote letters dan staan van Heracles. Wat ik anders op televisie zie. En nu zie ik het in het echt. Ik heb een heel speciaal gevoel. Ik ben heel blij dat ik dit nog mag meemaken. Joey Pelupessi, wat doen jullie hier bij het integratiediner? Nou ja, zoals je ziet zijn we met een paar spelers aanwezig om dit mooie initiatief eigenlijk te steunen. En ja, je ziet dat de jongens het ook leuk vinden om hier even een kijkje te nemen en ja, rond te lopen om te zien hoe de mensen zich binden met elkaar. En ik vind het persoonlijk ook een heel goed initiatief. Ik ben zelf ook ambassadeur hiervan. Dus ja, voor ons is het natuurlijk ook heel erg leuk om aanwezig te zijn.